Willem, hoi. Willem, hi, je bent nu Goedemiddag, nog... hallo. Ja, je bent er. Ja, hoi. Te horen en te zien. Ja, mooi zo. Nijmegen. Ja, klopt. Ja. Vertel, wat doe jij in Nijmegen? Wat ik in Nijmegen doe? Nou, wonen. Maar ik maak muziek. Ik speel in een band. Die heet Intellectual. Dat doen we eigenlijk al een tijdje. We maken een wat hardere soort muziek, waarvan mij werd gezegd dat jou dat misschien wel zou kunnen bevallen. Dus dat was een aangename verrassing. Maar wij zijn vooral volgens mij benaderd omdat wij ook een beetje een activistische inslag hebben. En we willen graag nummers schrijven over dingen die ons aan het hart gaan. En dat zijn vooral dingen die buiten ons omgebeuren, in de wereld gebeuren. Die we op het journaal zien, in de krant lezen. Waarvan wij eigenlijk denken dat die niet goed gaan. Waarvan wij hopen dat die in de toekomst beter gaan. En dat is in het heel kort gezegd waar deze band een beetje qua inhoud op draait. Ja, nou, een van de bands waar ik jarenlang een enorme fan van ben geweest is de Dead Kennedys. Dus dan begrijp je wel dat ik inderdaad ook heel blij was dat ik hoorde dat jullie in dit programma zouden komen. Of dat jij in dit programma kwam. Want ik hou er wel van. Ik hou wel van teringherrie en ik hou ook wel van het feit dat het een boodschap heeft, de teringherrie. En niet maar alleen maar 1, 2, 3, 4 rammen, maar ja, mooi. Nee, precies, daar sta ik er ook in. Tenminste, ik luister ook naar muziek die niet politiek of activistisch van aard is. En daar kan ik ook goed van genieten, maar... ik vind het wel een meerwaarde als muziek, of cultuur in het algemeen, als het ergens over gaat en als het probeert bij te dragen aan een betere wereld. Dat klinkt heel zweverig en globaal, maar dat is eigenlijk wel waar het op neerkomt. En toen wij zelf een band begonnen, dacht ik ook van ja, waar zullen we het over hebben? Of waar wil ik het over hebben? En als je dan de keuze hebt, vond ik het eigenlijk niet meer dan logisch dan om ons medium te gebruiken om die boodschap naar buiten te brengen. Ja. Ik wil zo van je weten waar je het zo al over doet, maar het lijkt me leuk om vast naar een stukje te kijken en te luisteren. Dan hebben we een beetje de sfeer en hoe het is. En het is een stukje met Outraged, geloof ik. Ja, if you're not outraged, even wat tering, Harry. Ja. Goed zo. Kijk, nou gaan we praten. Helemaal geweldig. Hey, wat zijn de onderwerpen waar jullie zo al over zingen? Problemen in de wereld. Dus heel algemeen, maar wat concreter is dat racisme, seksisme, homofobie, vormen van onderdrukking of achterstelling van minderheden of groepen die als minderheden worden behandeld en worden onderdrukt om die reden. Dus dat is heel breed. Maar dat zijn dingen die we belangrijk vinden en waar ik het over wil hebben. En ook waar andere bands waar ik van hou het vaak over hebben. Dus ik besef wel degelijk dat we niet de eerste band zijn die dit doet. En dat er velen na ons zullen volgen als die problemen niet worden opgelost. Maar desalniettemin vind ik het wel belangrijk, belangrijk genoeg om dat te doen. En om die traditie voor te zetten of zo. In ieder geval die beweging te ondersteunen. Ja, is er nog een markt voor op dit moment? Zijn er nog zalen die jullie inhuren? Nou ja, zeker. Voor specifiek dit soort muziek.
Jawel, ja, we spelen wel het meeste in het buitenland, moet ik zeggen. En dan de meerderheid van het buitenland ook nog eens in Duitsland. En ja, in Duitsland is er iets meer aandacht voor hardere muziek. En hebben ze ook iets meer aandacht voor politieke onderwerpen. Dus daar zijn we het meest actief. Ook, het is heel dicht bij Nijmegen, dus we zijn er zo. Maar ondanks dat het door mainstream media niet zo. Niet bovenaan de lijst lijkt te staan, of hoe zeg je dat? Dat het niet wordt gedraaid vanwege de boodschap, is er in tijden als deze wel meer en meer aandacht voor. Maar ik denk dat de combinatie van een politieke boodschap en wat hardere muziek, dat je jezelf niet zo makkelijk maakt, en dat weten we ook wel. Maar ja, daardoor willen we het niet veranderen of zo. We doen wat we doen en dat willen we blijven doen. Maar er is wel een markt voor, ook al is dat een niche-markt. Maar dat maakt het wel interessant. En dat ook, ja, eigenlijk zorgt dat er juist voor dat we ook op wat andere plekken komen dan andere Nederlandse bands. Dus dat we daardoor de wereld over kunnen reizen, omdat er niet zo heel veel bands zijn die dit doen. En daardoor opent het juist deuren. Niet zozeer naar grote publieken, zeg maar wel naar publieken op andere plekken in de wereld. Dus dat is Ja. het voordeel van het nadeel, zeg maar. Ja, nou, ik vond het hartstikke mooi, dankjewel. Ik ben er heel blij Ja. mee. Ik ga jullie volgen, want ik kende het nog niet. Ik schaam mij, maar ik zal het gaan beluisteren en ik wens je veel succes. Ja, leuk, Dag dankjewel. Willem. Bedankt voor de uitnodiging. Oké. Okay.